Kan jij je voorstellen? Mijn naam is Duco Brouwer. Ik ben binnen San Quint verantwoordelijk voor Supply Chain Management. Duco, wat doet jullie bedrijf? San Quint is in Nederland verantwoordelijk voor de inzameling en de distributie van bloedproducten. Wij zamelen het bloed in via onze donatiecentra. Wat we doen met dat bloed is we proberen dat te splitsen in verschillende componenten. En een van de componenten die wij uit het bloed halen is bloedplasma. En dat gebruiken wij als grondstof voor de productie van medicijnen. Okay. Ik heb ook begrepen dat het een heel belangrijk proces is. Je bent gespecialiseerd in de supply chain. Jullie hebben een SAP ERP systeem draaien, R3 als het goed is. Maar jullie hebben een speciale SAP module erbij genomen. Hoe heet dat? Ja, wij hebben sinds kort zijn we begonnen met de implementatie van SAP GBT, Global Batch Traceability. En dat systeem gebruiken wij om te kunnen rapporteren over alle materialen die wij in ons productieproces gebruiken. Wat zijn de bevindingen? Want het loopt nu ruim 6 maanden. Ja, we zijn denk ik 1 maand of 6 geleden live gegaan. En de bevindingen zijn goed. Het systeem geeft ons wat we ervan verwacht hadden in eerste inzicht. Er zijn nog wel een aantal problemen die we moeten oplossen. En we zien ook meer toepassingen van het systeem. Maar de eerste ideeën zijn goed. En we hebben duidelijk een idee waar het systeem zich naartoe zou kunnen ontwikkelen. En daar houden we ons aan vast. Jullie hebben een partner, hè? De Goldfish. Wat is de rol van Goldfish hierbij? En hoe hebben ze jullie geholpen in dit proces? En hoe gaan ze jullie verder helpen? Ja, Goldfish is al ik denk 1 jaar of 20 onze systems integrator bij San Quint. Ze hebben ook de oorspronkelijke SAP implementatie gedaan. En zij hebben ons geholpen om GBT te implementeren. En dat hebben ze eigenlijk keurig gedaan. Het is een relatief nieuw product voor SAP. Nog niet een hele grote installed base. En we zijn eigenlijk redelijk binnen planning live kunnen gaan met GBT. Hoe ziet de toekomst eruit? Wat ik je net zei, ik denk dat er voor GBT meerdere toepassingsgebieden zijn. In eerste instantie gebruiken we het alleen om te kunnen rapporteren naar regulatory agencies en voor onszelf omtrent welke batches wij in onze producten gebruikt hebben en wat de locatie en de movement van die batches waren. Maar ik denk dat we het in de toekomst ook kunnen gaan gebruiken voor ons releaseproces. Wanneer wij bepaalde producten op de markt brengen, willen we graag inzicht hebben in wat er precies met die productiebatches gebeurd is. En daar is GBT denk ik heel behulpzaam voor. Dankjewel.